In jullie vloer zit een stabimat. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, onze vloer heeft een stabimat en dat is een speciale mat die een aantal hele interessante voordelen oplevert voor onze vloer als het gaat over waterverdeling. Waterverdeling, vertel eens. Nou, deze mat die zorgt er dus voor dat water verdeelt, zodat dus op de ene plek of de andere plek elk plantje net zoveel water heeft. Kan je vertellen hoe dat in zijn werk gaat? Jawel, ik heb hier twee planten staan. Die staan beide op een droge stabimat. Nou, wat ik nu ga doen is dat ik aan deze kant wat water ga geven. En je ziet dus direct wat er gebeurt. Het water in die mat, dat verspreidt zich nu. En dat verspreidt zich dus richting het andere plantje. De stabimat ziet er niet echt poreus uit. Hoe kan het water er dan goed doorheen? Dat hebben wij opgelost door een heel speciaal gatenpatroon erin te maken. En door die gaten loopt dus het water van de vloer naar de onderliggende gesteente. Maar wat gebeurt er met dat overtollige water? Nou, dat kun je hier, kan ik hier wat van laten zien. Ik heb hier dus een plant met overtollig water. En je ziet dus wat er nu gebeurt. Het water dat wordt nu door de stabimat heen getrokken. En dat wordt dus afgevoerd naar de onderliggende laag. En kijk eens, het overtollige water is weg. Nou, dat ziet er mooi uit. Klopt, ik ben trots op dit unieke product. Wil je meer weten? Kijk op onze website of bel een van mijn collega's.